Welkom bij deze module. Of je nu teammanager of projectmanager bent, of aan een functieoverschrijdend project werkt, misschien wel op internationaal niveau, jouw perceptie van tijd is verre van universeel. En hoe ging het? Een goede telefoonbeantwoording herken je meestal wel. Maar hoe zit het met die van jou? De manier waarop je de telefoon opneemt, de meldtext moet in één keer duidelijk maken wie je bent. Een goede meldtext bestaat uit drie onderdelen. Eén een welkom, als goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Twee, de naam van je organisatie. En drie, je eigen naam. Hier kun je alle materialen die je nodig hebt voor je eerste workshop downloaden: de drie video's, je lesplan, de werkboeken voor je collega's, de voorbeelden om verder over door te praten, het beoordelingsformulier en voor jezelf de workshop tips en tricks. Ik heb een erg seizoensgebonden verkoopbaan. 84% van onze jaarlijkse verkoop vindt plaats in twee maanden in het voorjaar. Al onze orders moeten op 1 maart afgehandeld zijn. Het is nu september en de zakelijke activiteiten en verkopen zijn op het laagste punt. Je bent nu gewapend met de machtsmatrix, de onderhandelbare puntenmatrix en de troevenmatrix en hebt daarmee alles wat een leverancier zich kan wensen. Door je gesprekken voor te bereiden, voorkom je dat je wordt verrast en zul je zelfs je klant kunnen verbazen door onverwachte voorstellen te doen. De voorbereidingsfase van onderhandelingen is een sleutelelement in de rol van de verkoper. Het versterkt zijn geloofwaardigheid, zorgt dat hij het gesprek met vertrouwen tegemoet kan zien, biedt hem sterke argumenten en stelt hem in staat om de klant met kanten tegemoet te treden. Hey Mirjam. Hey! Klaas, hoe was je eerste werkdag? Nou, ik heb een boel geleerd. Oké okay dan. En jij, nieuwsgierig naar wat je hebt opgestoken, beantwoord dan ter afsluiting de volgende vragen. Oh, geldt dat ook voor mij? Jazeker. Dan ga ik me even voorbereiden. Zou ik doen. Nou, dat was het dan. Het zit erop. Heb je veel geleerd over hoe jouw werk eruit gaat zien? Ik hoop dat ik je al een beetje heb kunnen helpen. Klaas zit er al klaar voor. Nu jij nog. Veel succes!